Door telkens de klant centraal te zetten en telkens de deur opnieuw te willen uitvinden en mijzelf en het bedrijf ook telkens opnieuw in vraag te stellen en duurzaam te innoveren, is dit verhaal geboren eigenlijk. Ik ben op een blauwe maandag begonnen als monteur. Heel simpel, met een remorque en een trekhaak. En mijn personenwagen op dat moment, een hamer, een bijtel en een boormachine. Zo is mijn verhaal begonnen. Ondertussen werken we met een klein honderdtal mensen met verschillende focus. Wij hebben ervoor gezorgd dat wij een concept ontwikkeld hebben dat zeer klantgericht is geweest. De behoeftes van onze klanten lagen op een totaal ander vlak dan de producenten op dat moment konden bieden. De hoofdaannemer, de aannemer, onze klanten, die moeten mij een opening in de muur bezorgen. De architect moet nadenken over de competenties van zijn deur. Akoestisch, brandwerend, rookwerend, in- of uitbraakwerend. En wij ontwikkelen een concept. Een heel mooi voorbeeld daarvan is een cassettesysteem, een schuifdeur in de wand, in de gyprokwand, brandwerend 30 minuten, automatisch aangestuurd. Dat is de laatste innovatie die we gerealiseerd hebben. En we zijn gevraagd geweest door de bouwheren om reeds concepten te monteren, nog voor het volledig uitontwikkeld is.